Heeft u nu aftrekbare zorgkosten? Gek genoeg helpt de Belastingdienst een stukje mee met u. Want de Belastingdienst rekent voor sommige aftrekposten 113% bij de aftrekpost. Als u nou totaal 1000 euro aan aftrekbare kosten heeft... dan maakt de Belastingdienst daar 2113 euro van. Dat betekent dat u nog meer terugkrijgt. En nog leuker is, het Belastingprogramma rekent het voor zelf voor u uit. Jammer genoeg is het niet allemaal koek en ei... Want als het programma heeft uitgerekend wat uw zorgkostenaftrek zou kunnen zijn, gaat er van dat bedacht nog een drempel af. Een eigen aandeel ook wel genoemd. En die drempel hangt af van de hoogte van uw inkomen. Stel, u heeft een inkomen van 16.000 euro en uw partner 11.000 euro. Dat is samen 27.000 euro. En bij dat inkomen hoort een drempel van 1,65%. Dat is 445 euro. Dan is er alleen sprake van een aftrekpost als uw zorgkosten meer zijn dan die 445 euro. Overigens regelt het programma ook dat de eigen aandeel of die drempel zelf uit hoeft u niet zelf mee aan de slag.